Toen het powerkoppel weer helemaal verliefd is, kreeg het filmfestival in Venetië gisteravond de primeur. Met een niet te missen prachtig décolleté van J.Lo. Straks, waarom verklaren de Spaanse media de oorlog aan onze prinses Alexia? En Loyse Lamers, openhartiger dan ooit in een nieuwe documentaire. Leuk, we kijken ernaar uit. Woensdag 6 oktober is de eerste aflevering te zien op Videoland. Modebewust, knap en een tikkie ondeugend. En dat is hoe de meeste Nederlanders waarschijnlijk naar prinses Alexia kijken. Niets mis mee, zou je zeggen. Maar toch lijken de Spaanse media zich grote zorgen te maken. Want Alexia zou een slechte invloed zijn op hun prinses Leonor. Die samen met Alexia op het Atlantic College in Wales zit. Mogelijk dat er, als er vorige keer al geen reactie is geweest na zo'n protest. En dat is eigenlijk allemaal heel vreedzaam en goed verlopen. Ook qua besmettingen. Zou het dan echt kunnen zijn dat we dit keer weer niks horen? Om dan gelijk zo groot uit te pakken, een pand in Spanje te huren en daar een nieuwe zaak op te breken. En die hebben we ook wel gesproken, hem kregen we verder niet te pakken. Maar zijn moeder zegt, ja, het is echt een megadief en ik heb hem zelfs onterfd. Dus eigenlijk is de Nederlandse evenementenbranche het helemaal zat. Artiesten, festivalgangers en DJ's gingen vandaag dan ook weer massaal de straat op om wederom te protesteren. De Nederlandse onderneemster Lisa zag het helemaal voor zich. Een eigen bedrijfje in sapjes beginnen tijdens de pandemie. Nou, haar droom verandert echter snel in een nachtmerrie. Als de man waarmee ze samenwerkt er met duizenden euro's van haar geleende geld vandoor gaat. Later blijkt ook nog dat ze niet het eerste slachtoffer is. Loyse Lamers wint als eerste transgender ooit Holland's Next Topmodel en is sindsdien een inspiratie voor velen. Het model is al behoorlijk openhartig, maar laat nu nog meer van zichzelf zien in een eigen documentaire op Videoland. Vandaag is het 20 jaar geleden dat op de ochtend van 11 september 2001... twee gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in New York invliegen en de wereld voor altijd veranderde. Ondanks dat de heftige beelden bij velen nog steeds op het netvlies gebrand staan, gebruikt Hollywood de gebeurtenissen steeds vaker als inspiratiebron.